Op de dag dat RKC Waalwijk de open dag heeft, is natuurlijk de opa van Ruben van Bommel aanwezig. Maar een klein stukje, of tenminste vanuit Zuid-Limburg. Een kleiner stukje om naar Waalwijk te rijden dan naar Alkmaar. Waar Ruben doorgaans zijn thuiswedstrijden speelt. En ook papa Mark is aandachtig toeschouwer. Nou, is dat de laatste jaren veelvuldig het geval? Heeft AZ het vaak best lastig tegen RKC. Maar ja, hoe sterk is RKC dit seizoen in vergelijking met de afgelopen jaren? Dat is iets wat we gaan zien. Goeie bal, Sugarada. Pavlidis naar de eerste paal en dat is Pavlidis. Dat zijn de loopacties die we van hem kennen. Van Bommel naar de andere kant, naar Odgaard. Goudmijn. Sugawara. Weggekopt door Van der Buijs, opgevangen Odgaard. Voor dat schot wellicht. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Schot van Jens Odgaard. Pavlidis. Weggekopt van de Buijs. Is het nu aanvallend? Gaat mengen met deze prima paas op Cleonice. Cleonice binnendoor en strandt dan op Ryan. En dat zal een beetje het recept zijn. Een beetje het idee. Natuurlijk zal AZ veel balbezit hebben. Maar je kan er ook eens een keer uitkomen zoals nu het geval was. Mooie paas van de Buijs. En daar Cleonice. Sneller dan alles en iedereen. En dan weet hij hem alleen niet langs Matthew Ryan te krijgen. Goeie actie van Meinans. Of van Bommel terug dan deze schuiver. Faza houdt hem net op tijd vast, want Dani de Wit loerde op de rebound. Een schot van Pavlidis. Meinans. Müller-Wolven gaat diep. De linksback nu van Bommel in balbezit. Dit is een goede bal op Pavlidis. En die schiet over. Maar wel via een RKC'er. En daar valt hij nog. Ja, op de lat. Via Pavlidis. Maar zomaar een flinke kans. Nou, het was hier de rug van Okili. Dat die bal op de lat kwam. Voetballend komt RKC eruit. Bal blijft binnen. Met Velida. Met Okili. Velida. Cleonice. Hij is links. Ze dus komt dan naar binnen en kan dan schieten. Schiet dan tegen de armen op van Dani de Wit. En dan wijst Alex Bos naar de stip. Een strafschop voor RKC. De Wit protesteert niet, want hij weet dat hij inderdaad zijn arm uitstrekt. En Kramer schiet hem loeihard binnen en zet RKC op een 1-0 voorsprong. Overtuigend binnengeschoten, noemen we dat. Sugawara. De Wit. En Min krijgt hem weg. En dan is Cleonice, weten we, heel snel. Moet hij nog wel een paar meter afleggen. Is hij de enige man? Cleonice, Cleonice, Cleonice. En Matthew Ryan voorkomt de 2-0 van RKC hier. Razendsnel eruit. En hij is sneller dan Odgaard. Hij zal een van de snelste van het hele veld zijn. Goudmijn probeert er nog bij te komen. En Ryan met de redding. Hoe die uitrol van Fase wordt onderschept door Pavlidis. Die probeert dat meteen. Oh, geweldige redding. En daarmee maakt hij zijn eigen fout goed. Hoewel hij vindt dat er door Velida wat traag wordt gereageerd op die bal uit. En dus bekvechten de mannen naar elkaar toe. Daar het weggooien, de bal richting Velida. Ja, dat is niet zozeer de schuld van Velida, dat was gewoon te zacht, de bal van Fase.
Oh. Gari de fout in en dat levert geen, ja, wel een treffer op. Pavlidis naar de fout van Gari. Is het Van der Buis die er nog aan zit. Maar niet om de bal uit het doel te krijgen, maar om hem uiteindelijk in het doel te werken. En is daar de 1-1. Kijken of die op naam komt van Pavlidis of op naam van Van der Buis. Hij ging de fout in, Gari. Bazour. Goudmijn. Mijn man heeft wat ruimte. Kan wat verzinnen. Bijvoorbeeld een schot, dat is niet al te best. Krijgt de herkansing voor een schot dat weliswaar iets beter is. Maar nog niet geweldig. Sugawara vrijgespeeld. En Pavlidis. Dat raakt hem net niet. Goudmijn. Nu hij dan voor. Met de Wit in de 16. Pavlidis. Gogelt wat, komt ver, de Wit en die scoort. Dani de Wit, 2-1 voor AZ. Hij die hens maakte, waardoor de strafschop naar RKC ging in de eerste helft. En waar het in de eerste helft verder aanvallend niet lukte om echt gevaarlijk te worden, lukt dat na rust een stuk beter. En AZ komt op een 2-1 voorsprong. Müller-Wolf, Mihailovic, Poku, ja, kan door omdat Gari mistast. Poku terugleggen, doet hij Pavlidis. 3-1. Dan gaat het achterin weer, niet voor het eerst, gruwelijk mis. En is het weer Gari die de fout in gaat. Hier, volledig mistasten van Gari. Poku gaat dan door. En die kan het zelf doen, maar kan hem ook aan Pavlidis geven. Lelieveld. Wordt het nog spannend in deze slotfase? Nou, in ieder geval Kramer die zijn hoofd weer tegen de bal krijgt. En dan moet Matthew Ryan weer ingrijpen. Moeizame eerste helft voor AZ, voor Pascal Jansen en zijn ploeg. Maar het herstel was dusdanig dat de ploeg van Henk Vrezer er na rust niet meer aan te pas kwam.